De volgende gast is topman van het Rotterdamse familiebedrijf Nelevat Logistics. Deze expediteur kwam het laatste jaar herhaaldelijk in het nieuws door het aantal opmerkelijke overnames in de logistiek. Hij gaat in een gesprek met NT-journalist John Versleijen uitleggen hoe een Nederlands familiebedrijf toch kan overleven in de expeditiewereld, die steeds meer wordt gedomineerd door consolidaties. Graag een hartelijk applaus voor Kuno Vat. Ja, welkom Kuno. Allereerst eventjes, het is 2022. We dachten even met de coronacrisis een rustig jaar tegemoet te komen. Maar dat is het dus niet geworden. Oekraïne, hoe is het nu actueel? Is het een turbulent jaar of valt het nog mee? Nee, het is zeker een turbulent jaar geworden. Toen wij met kerst vorig jaar naar huis gingen, hadden we verwacht dat 2022 nou, misschien niet een walk in the park zou zijn, maar een rustig jaar. Consolideren en verder bouwen bij ons bedrijf. Ja, de Oekraïne komt langs. China, wederom lockdown. Wat voor ons ook van belang is met ons nieuwe bedrijf al daar. Zeevracht. Mogen we nog boeken bij carriers. Zo zijn er veel meer dingen op ons pad gekomen dan we met kerst hadden verwacht. En moeten we alle zeilen bijzetten om ook dit jaar succesvol te blijven. Wat betreft de Oekraïne, wat zijn daar de uitdagingen voor jullie? Nou, een van onze grootste dilemma's was, wat gaan we doen met onze transporten naar Rusland onder andere? En daar hebben we zelf intensieve debatten over gehad. Blijven we daarmee doorzetten of stoppen we dat? En we hebben daar zo snel mogelijk toch gezegd, ja, wij trekken daar een grens. En dat is voor ons best een hard gelag. We hebben vorig jaar minder 15 miljoen euro omzet gehad richting de Russische markt. Ja. En toch gezegd, ja, daar stoppen we mee, hoe moeilijk dat ook is. En het railvervoer Europa-China, ligt dat ook voor jullie plat? Of hebben jullie nog omwegen kunnen vinden? Ja, we zoeken daar andere manieren. Dat is toch altijd wel wat voor ons als expediteur de uitdaging blijft. Wat gebeurt er in China? Wat gebeurt er in Rusland? Wat kunnen we met de zeevracht doen? Wat kan er met rail gebeuren? Mm-hmm. Maar nu bijvoorbeeld ook weer CR. Dus we vervoeren goederen eerst van China naar ons kantoor in Dubai en vliegen het vandaar weer verder. Ja. Vice versa. Dus er gaat nog wel wat met rail, maar het is allemaal wel veel moeilijker geworden dan het was. Ook nog airfreight charters toevallig? Of is dat nog iets dat je achter de hand houdt? Nee, we zijn wel qua air hebben we meerdere charters gehad zelf. En we zijn wel aan het kijken om zelf ook schepen te charteren. We hebben wat kleinere units al gehad. En nu aan het kijken hoe kunnen we dat een bestendige lijn doorzetten in de komende maanden en het komende jaar. Ja. Het is wel een heel erg lange termijn commitment wat je aangaat. Ja. En wat gaan de tarieven doen in de zeevracht? Die zijn toch wat volatieler aan het worden. Ja. Ja, hoe pakt het uit? En wat is je verwachting wat betreft die zeevrachttarieven? Er is een beetje lucht uitgegaan, maar je weet het nooit. Er is wat lucht uitgegaan. Maar onze verwachting is dat toch naar mei de tarieven toch wat omhoog zullen gaan. Als je kijkt wat er stil ligt voor de haven van Shanghai. Ja. Dat is ongehoord. Dat moet allemaal nog gaan varen. Dus dat betekent dat er toch haar capaciteit uit de markt is. Die capaciteit ligt nu stil. En ja, die containers, er zijn een half miljoen containers te wachten nu. Die moeten wel deze kant erop komen. Nu heb je recent met een Duitse partner een eigen Chinees dochterbedrijf opgezet. Om toch een beetje die stromen beter te managen. Wat is daar het grote voordeel van geweest? Nou, het grote voordeel is dat we veel beter weten wat gebeurt er lokaal. We hebben dus ook dagelijks een nieuwsbrief die onze klanten kunnen zien, die ook gewoon via onze website te raadplegen is van wat gebeurt er in de diverse havens, waardoor we onze klanten beter kunnen informeren. Mm-hmm. En ook sneller kunnen schakelen lokaal van welke goederen krijgen we nog wel vervoerd en wat kunnen we niet meer. We kunnen ook aan twee zijdes van de oceaan onderhandelen met de carriers om onze schepen of onze containers aan boord van het schip te krijgen. Dus het is voor een gigantisch voordeel geweest, maar vooral voor onze klanten, dat we veel meer zekerheid kunnen bieden dat de schepen, zodat de containers aan boord van het schip gaan. Heb je veel nee moeten verkopen of door zulke initiatieven heb je nog alles weg kunnen krijgen? Nou, het is zeker het is iedere dag weer een worsteling om de containers weg te krijgen. Als je kijkt naar, we spreken met onze medewerkers, die zeggen, het is ongelooflijk druk. Mm-hmm. Maar qua overwerk valt het her en her nog best wel mee. Maar de druk die komt vooral doordat je veel meer handelingen moet doen om diezelfde container geboekt te krijgen. Dus het gaat niet meer zo straightforward. Mm-hmm. En dat maakt het vak veel complexer. Ja, en dat geeft toch best stress bij onze mensen. Ja. En ja, je moet ook wel eens wat vaker tegen een klant zeggen, hij gaat nu niet mee, maar met de volgende afvaart. Of
Ja, ja. Hij doet er wat langer over. En een ander aspect is natuurlijk de kosten, de tarieven. Heb je dat redelijk kunnen managen? Want ja, je moet ook meer handelingen doen, dus er zit ook nog extra werk achter. Eet dat in je eigen kosten of kun je dat toch erop berekenen? Nou ja, daar gaan we een aantal manieren mee om. Eén is, onze kosten zijn omhoog gegaan. En dat zie je ook in de NEA-indexaties die in januari zijn. Die zijn ongehoord hoog voor onze klanten. Het is een 5% plus. Dat zijn we natuurlijk helemaal niet gewend in onze sector. Ja. We hebben altijd moeten vechten voor 1-2% verhoging. Dus dat is één. Twee, de carriers, ja, die hebben natuurlijk forse prijsverhogingen doorgevoerd de afgelopen maanden, afgelopen twee jaar. Ja, die moeten we ook bij onze klanten neerleggen. Maar ten derde blijven we ook inzetten op digitalisering. Ja. Om ook op die manier te proberen het aantal handelingen terug te dingen, de communicatie met de klanten en vereenvoudigen. En op zo'n manier toch proberen de kosten binnen de beperking te houden. Even kijken, want ja, iedereen komt met de jaarcijfers 2021. Hoe heeft Nelevat het gedaan? Ja, als je kijkt naar onze omzetgroei, die is fors geweest. Afgelopen jaar zijn we voor het eerst boven de 500 miljoen euro. Half miljard dus. Ja. Ja. Want jullie zaten geloof ik het jaar ervoor op 400 miljoen. Hè? Ja, klopt. Klopt. Dus we hebben een forse omzetgroei wederom bewerkstelligd. Ja. Nou, dat komt door een aantal factoren. Allereerst hebben we de firma Steder afgelopen jaar overgenomen. Dus dat zit een half jaar in onze cijfers erbij. NVD Asia, dat zijn we vanaf september, oktober is dat gaan draaien. Dus dat komt er ook bij. En natuurlijk de gestegen zeevachttarieven. Maar last but not least, we zijn ook gewoon zelf verder gaan groeien als bedrijf. Dus autonoom ook nog? Ook autonoom. Bepaalde sectoren of is dat... Nee, over de volle breedte hebben wij gewoon verdere groei laten zien. Dus onze warehouses zitten nu ook goed vol. Maar zeker ook de transportafdeling. Ja. Mammoet, wat ook nu zeker ook dit jaar weer met een nieuw management goed verder groeit. Dat hebben jullie 2 jaar geleden overgenomen, hè? Dat, of zoiets. Ja, Mammoet hebben we eind 2019. Ja. Ja, en dat draait nu dus helemaal geïntegreerd. Het draait nu min of meer als een tirelier. Bijna helemaal geïntegreerd. Ja. Bij Mammoet zijn we... de financiële software is nog niet over. Dat is een worsteling, zijn we 2 jaar mee bezig. Ja, ja. Maar iedere keer komen er andere vragen en eisen op het gebied van de operatie vanuit de Brexit. Ja, want het is eigenlijk een ferryvervoerder op Groot-Brittannië. Dus daar komen natuurlijk aardig wat andere dingen bij kijken, zoals douaneformaliteiten. Ja, klopt. En de douaneformaliteiten zijn natuurlijk ook begin dit jaar wederom gewijzigd. Ja. Dus daar eerst de prioriteit aan gelegd. En dat zie je bij ons bedrijf altijd weer terugkomen. We willen eerst die klant bedienen. En daarna zorgen we ook dat aan de achterkant bij ons geïntegreerd is. Ja, en misschien wil ik soms zelfs de prioriteiten anders leggen. Anderzijds, juist door die persoonlijke touch en de aandacht voor de klant zijn we wel zo succesvol als we zijn de afgelopen jaren. Ja, forse groei omzet. Wat heeft het onder de streep opgeleverd? Ook een mooie winst? Ja. Daar kun je al iets over zeggen? Onze CFO is nu bezig met de accountant. Maar ik verwacht wel dat... onze winst ook wederom ergens tussen 2-4% van onze omzet zal uit zou komen. Dus het blijft ongeveer op hetzelfde niveau de winst? Ja, verhoudingsgewijs wel. Ja. Ja. Even kijken naar 2020 qua acquisities, want je noemde al even de Stedengroep. Mammoet Ferry 2 jaar geleden. Jullie hebben eerder al aangegeven in het 3-jaren plan dat jullie nog in de zeevracht op zoek zijn naar partijen in onder meer Duitsland, het Verenigd Koninkrijk geloof ik, en Spanje, Italië. Hoe staat het daarmee? Ja, dat is veel trager op gang gekomen dan we verwacht hadden. Toen wij dat businessplan in 2020 ontworpen, toen zei een van onze directieleden nog, moeten we rekening houden met COVID? Ja, dat was zomer 2020. Nee, dat is al lang verdwenen tegen die tijd. En dat is nog steeds. En wat zien we met acquisities? We zijn een familiebedrijf. En vooral die personal touch. De feeling krijgen met de cultuur van de andere partner. Ja. Dat is voor ons ontzettend belangrijk. En dat lukt mij gewoon niet goed via Zoom. Dus je ziet erin dat wij op het acquisitiegebied in buitenlandse havens... gewoon een vertraging opgelopen hebben. Ja. Dat pakken we nu weer op. Dus we zijn nu in gesprek met een aantal partijen om toch te kijken van... goh, wat past? Wat voor ondernemer ben je? Wat is de reden dat je verkopen? Wat voor team zit er om je heen? En passen we bij elkaar? Ja, je hebt nog een heel jaar. Denk je dat dat plan nog gerealiseerd wordt? Of zeg je dat het een paar jaar later misschien ook... Best kans dat we 1 of 2 jaar uitlopen. Juist. Laten we wel eens, we hadden in ons plan geen rekening gehouden bijvoorbeeld met Azië. En we hebben nu 8 kantoren in China geopend. Ja. We hopen daar dit jaar ook twee nieuwe kantoren toch ook aan toe te voegen. Dus... allemaal in China of ook nog daarbuiten? Nee, we hebben 8 kantoren check in China geopend afgelopen jaar.
Waarbij ik Hongkong ook onder China reken. Ja. En dit jaar proberen we toch in ieder geval in Vietnam ons kantoor te gaan openen. En kijken ook naar Singapore en Taiwan om daar mogelijk voor start te gaan. Zijn lopen de overnameplannen voor andere zeevrachtexpediteurs een beetje vertraging op. Maar jullie zijn op ander terrein, hoorde ik, ook weer bezig om wat acquisities te plegen. Kun je daar iets over zeggen? Ja. Nou, we hebben nu een afspraak met een andere club in Nederland. Dat hopen we over 2 maanden af te ronden. En dan groeien we ook in Nederland gestaag verder. Dus daar kan ik over 2 maanden meer over vertellen wat voor type bedrijf dat dit is. Oké, maar in welke modaliteit is het? Algemene expeditie is het ook. Okay. Dus zij bedienen hun klanten voornamelijk binnen Europa. En zijn daar ook sterk gericht ook op intermodaal transport. En dat is voor ons toch van belang. Ook kijken naar de toekomst. Hoe kunnen we de trein, maar zeker ook short sea verder promoten. Jullie blijven steeds groeien. Acquisities hebben we al genoemd. Maar jullie krijgen misschien ook wel aandacht voor andere partijen die jullie willen overnemen. Hoe sta je daar tegenover? Afwijzend. Maar als het een heel lucratief bod is? Ja, maar is de verleiding dan niet om toch te zeggen van ja, laten we toch eventjes gaan rekenen? Nee. De grap is, ja, als ik nu door de Rotterdamse haven rijd, maar ook als wij natuurlijk naar Amsterdam gaan, elders, ja, ik vind het ontzettend gaaf om toch, ik woon zelf in Hendrik door Ambacht en ik rijd naar de Maasvlakte, onze eigen auto's te zien van Oostvogels, van Mammoet, maar alle Nelevat auto's. Ja. Prachtig nieuw pand wat we aan het bouwen zijn nu op de oude ECT-terreinen. Ja, en we hebben het gewoon nog goed. Ik bedoel, ik ben gelukkig, de hele familie is gezond, we kunnen de dingen doen die we willen. Dus als een Kuna Nagel langskomt met een hele zak vol met geld, dan zegt Kunuvat even niet, in ieder geval. Nee, dus, ik denk zeker zo'n club niet, want die verkwanselen toch onze legacy. En een legacy over die ik natuurlijk niet alleen gebouwd heb, die mijn vader voor mij, maar ook een heel team om me heen. Ik bedoel, het is hartstikke leuk, hè? We zijn nu 10 aandeelhouders binnen ons bedrijf. Ja, want jullie zijn als familie, dus hebben jullie de meerderheid, neem ik aan. Ja. Maar er is ook 15% is van het management, geloof ik. Ja, klopt. Ja. En daar ben ik ontzettend blij mee. Mannen als Peter Vinken, Herman van Dijk, René Bongers, die zitten ook bij ons in het bedrijf. En dat zijn echt de drijvende krachten. Die maken het bedrijf zo mooi. En het is gewoon leuk dat je dat dan samen kunt delen. Dus daar zit misschien dan toch nog een mogelijkheid dat misschien meer managers aandelen gaan nemen. Ja, dat klopt. We hebben in 2016 een aantal mannen hadden al wat langer aandelen. Ja. En ja, helaas mannen tot nu toe alleen maar. De diversiteit moeten we nog zeker aan werken in ons vak. Ja. In 2016 zijn een aantal nieuwe directieleden, managers, toegetreders, aandeelhouder. Dat heb ik toen direct aangegeven. Ja. Ook in de toekomst staan we ervoor open dat mannen die een belangrijk deel van ons bedrijf leiden, zullen die ook toetreden als aandeelhouder. Ja. We hebben al even gehad, jullie zijn sterk gegroeid in opslag, landvervoer in Europa, sterk. Jullie zijn op acquisitiepad wat betreft zeevrachtexpeditie in Europa. Wanneer is het gebouw af? Of gaan jullie ook nog kijken naar, ik noem maar iets, luchtvracht, Noord-Amerika? Ik geloof niet dat het gebouw ooit af is. Als we kijken naar 10 jaar geleden, wat was dan een grote logistiek dienstverlener die toekomstbestendig is, die weerbaar is in het huidige economische klimaat. En die minimumomvang die blijft toenemen. Ja. Dus we zullen ook gewoon zelf steeds verder moeten blijven, ons verder moeten blijven ontwikkelen. Je noemt Amerika, ja, wellicht. Hè. We hebben nu een one-man's army in Houston zitten. Ja. Daar kijken we best wel eens naar. Je kunt niet alles tegelijk. Nee. We moeten eerst zeggen, nou, eerst deze zaak oppakken en rustig in verder groeien. En daarna verder kijken. Maar ja, ook luchtvracht is toch een beetje ondervertegenwoordigd in jullie palet aan diensten. Is dat ook nog iets? Of zeggen jullie van, daar is het een beetje al druk. Laten we dat aan andere partijen over. Nou, je moet schoenmaker blijven bij je lezen. Ik denk dat we ons focussen veel meer op logistiek, transport en zeevracht. Mm-hmm. Luchtvracht, we hebben nu 3 kantoren in Europa. Ja. We zijn met steden in Glasgow zijn we het verder aan het ontwikkelen. Ja. En Dubai en ook China. China bieden we ook met alle 8 kantoren luchtvracht aan. Ja, en eerst connecting the dots. Juist. En vandaar verder zien wat komt er langs. Juist, ja. Dus dat is een opportunity eigenlijk die je dan niet echt strategisch nog uit wilt rollen. Dat, ja. Even kijkend naar het aspect duurzaamheid.
hoe zit Nelevat in die race? Veel transportbedrijven zeggen, ja, we hebben toch wel wat meer steun en subsidie nodig van de overheid. Is dat geld dat de kracht dan in beweging brengt? Of zeg je van, nou, we moeten zelf nu stappen gaan zetten? Ik geloof dat er een aantal dingen tegelijk moeten gebeuren. Allereerst, we zijn het aan onze kinderen verschuldigd dat we naar duurzaamheid blijven kijken. Dat betekent zelf, hè, onze panden moeten we uitrusten met zonnepanelen. Moeten we uitrusten met LED-verlichting. Verlichting moet aangaan als er beweging is, niet constant aanblijven. Even kijken naar transportstromen. Wat kan intermodaal? We hebben nu dagelijks een trein van en naar Italië. We hebben ongelooflijk grote aantallen binnen Europa die we met short shift voeren. Ja. Dat moeten we meer en meer op blijven inzetten. Maar wat ook helpt, is dat er toch meer regelgeving komt vanuit de overheid, dwingend, hoe gaan we om met CO2? Wat kan? Ja. Zodat ook de verladers gedwongen worden om met ons in gesprek te gaan van die andere modaliteit, die is misschien iets langzamer, of niet eens per se, misschien wat minder betrouwbaar, maar hij is wel ook bruikbaar. Ja. En subsidies, ja, maar vooral ook om innovaties te testen. Nederland is leidend op het gebied van logistiek. Laten we nou alsjeblieft ook kijken naar waterstoftrucks en andere toepassingen. Ja. Ik weet niet wat het winnende concept is. Ik ben geen natuurkundige, ik ben geen technicus. Mm-hmm. Maar ik weet wel dat de weg waarop we nu doorgaan met alleen maar dieseltrucks, dat is een doodlopende weg. Maar wat het wel is, dus laten we verschillende dingen testen. En daar kan de Nederlandse overheid zeker met subsidies innovatie stimuleren en zorgen dat we leidend blijven. Maar je noemde ook al regelgeving om die verlader misschien meer te bewegen om gebruik te maken van alternatieve groene oplossingen. Dan kijk ik even naar binnenvaart, rail. Daar zit ook natuurlijk een aspect van, ja, hoe is die service? Hè? Ik krijg toch altijd geluiden te horen van dat daar nog wel eens wat aan schort. Laatst weer het onderhoud in Duitsland. Wat natuurlijk het vervoer vrij stroperig gemaakt, al dus DB Cargo. Daar hikken we ook tegenaan. Zeker, maar als ik nu met Vlaanderen in gesprek ga, timing is heel belangrijk. Maar wat is de betrouwbaarheid van uw container van China naar Europa? Ja. Dat is helemaal niet meer een betrouwbaarheidsinterval van 21 tot 28 dagen. Ja. Dat is veel groter de uitslag. Hetzelfde als het sneeuwt in de Alpen. Dan kan het best zijn dat de trein 1 of 2 dagen vertraging heeft. Ja. De vrachtauto ook. Alleen de trein heeft veel meer de naam dat die minder betrouwbaar is. Oké, dus toch een beetje meer imago dan... Het gaat ook om imago en het gaat ook, jongens, hoe belangrijk is echt dat just-in-time altijd nou? Laten we dat gesprek nou eens aangaan en misschien helpt het om een wat grotere veiligheidsvoorraad aan te houden. Mm-hmm. En moeten we... De supply chains die zijn zo strak getrokken tot aan 2020... Wat er moest, hoefde bij mij iets fout te gaan en heel de keten staat stil. Ja. Even onze grootste klanten, die heeft nu ook bewust gezegd, we gaan veel meer voorraad aanleggen. Zodat als er iets gebeurt in de keten, we wel kunnen blijven leveren. En ik denk dat meer klanten van ons dat ook wel gaan doen. Juist. Even kijkend naar het aspect wat we natuurlijk al zien in andere modaliteiten, is de krapte in de markt, container, luchtvracht. Je kunt bijna geen ruimte krijgen. In de luchtvracht schijnt het zo te zijn dat het ook structureel aan het worden is. Dat toch een deel van de ruimte op de passagiersvluchten niet meer beschikbaar is voor vracht. Hoe zie je die ontwikkeling? Gaan we straks als expediteur alleen nog maar charteren en een eigen capaciteit inkopen? En is dat de nieuwe weg? Als expediteur willen we altijd asset light blijven. We willen, op het moment dat je eigen wielen hebt, eigen capaciteit, dan wil je die per se vullen. We willen voor onze klant wel de beste opties blijven zoeken. Ja. Maar het is wel een zorg inderdaad, dat de krapte, hè, jij noemt lucht en zee, maar vergeet ook de weg niet. Met het nieuwe mobility package, Dat heeft een enorme impact gewoon op de beschikbaarheid van vrachtcapaciteit binnen Europa. Dus ook wij zijn als Nelevat sterk mee bezig, hè? Ik noemde eerder Peter Vinkers aanhouden. Ja. Die zei fors met zijn man op inzet, jongens. Hoe binden we nou meer transporteurs aan ons? Hoe zorgen we dat wij gewoon die auto helemaal in de rondte dirigeren? Dat is voor ons gewoon van belang. En daar moet je als expediteur kijken. Wat koop ik in op spotmarkt? Juist. En wat het is regel ik zelf? De juiste mix, maar niet koet-koet gaan zelf voor een charteroptie. Nee, niet koet-koet zelf charteren. Ja. Maar ik denk ook, hè, op het moment dat je zelf, zoals bijvoorbeeld in ons geval met meer dan 200 vrachtwagens die dagelijks rondrijden, dan hebben we ook meer te bieden aan de klant. Want als ik alleen maar
En als je de ouderwetse expediteur iets inkoopt, wat tussenzet en doorzet. Het was ook laatst het Phoenix Jaardiner. Ja. Dat heeft geen toekomst. We moeten waarde toevoegen aan het product van onze klant en onze diensten door digitalisering en andere zaken. Ja, anders hebben we geen recht van spreken. Nog even een laatste vraag. Rederijen, die gaan langzaam op de stoel van de expediteur zitten. Hoe kijk jij daarnaar? Want we hebben de Maersk die daarmee bezig is, CMA CGM, weer een nieuwe aankoop met Jeffco. Ja. Hoe kijk jij daar tegenaan? Want je noemde eerder al Schoenmaker bij je leest, maar dat doen zij dus absoluut niet meer. Nee, zij dringen steeds verder de keten in. Dus dat zien we echt als geduchte concurrenten. Ja. En dan is het des te belangrijker dat wij aan onze klanten blijven bewijzen dat wij dat vak beter beheersen. Het vak van de expediteur, het regelen van exceptions, het aan elkaar knopen van ketens door digitalisering. En op het moment dat wij dat blijven bewijzen, durf ik best die concurrentie aan te gaan. Ja, dus en daarmee kunnen jullie ook die slagkracht van die grote rederijen wel aan. Dat is een beetje wel wat je dus zegt. Nou, of ga je ook zeggen van we zullen wel moeten. We gaan CMA, CGM en Maersk maar even mijden. Dus dat ze het zomaar moeten voelen. Ja, dat kan niet. Ik bedoel, dus er is absoluut geen optie daar. Nee, het zijn een beperkt aantal rederijen die er zijn. Dus wij moeten daarmee samenwerken. Mm-hmm. Ja, en dat is momenteel lastiger dan het een aantal jaar geleden was. Ja, dat moeten we accepteren. Ja. Maar ik hoop wel ook dat de Europese Unie wel besluit tot een gelijk speelveld. En ook kijken van, goh, hoe mogen rederijen samenwerken? Mm-hmm. Hoe mogen zij verder gaan in de keten? En wat mogen wij? Kuno Vrant, bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan.